Ja, we gaan vandaag openen dat we het seizoen mogen gaan starten. Maar ook dat het mooie recreatiegebied wordt geopend. Na een rondje te hebben gereden in de stoomtrein opende de Katwijkse burgemeester Cornelis Visser en wethouders Jacco Knapen en Gerard Mostert donderdag officieel het zomerseizoen bij het Valkenburgse Meer. De afgelopen maanden heeft het gebied een ware metamorfose ondergaan. Burgemeester Visser legt uit wat er allemaal is gebeurd. Er is hier heel veel werk verricht. En het is jammer dat we hebben moeten wachten, want we hebben natuurlijk een enorme crisis achter de rug, de coronacrisis. We hebben allemaal last van gehad, maar ook de musea, ook de horeca. En daarover zijn we regelmatig in overleg geweest om te kijken hoe we dat kunnen overleven. Maar als ik dan hier sta, dan denk ik, de tijd is goed gebruikt. Door iets heel anders neer te zetten, want voorheen was op deze plek alleen een wagon. Volgens mij zit hij daar nog verstopt, daarachter, en een terras. En dat is geen vergelijk met wat hier nu weer is neergezet. Dat is inderdaad op de toekomst van deze plek als een hotspot waar heel veel recreanten naartoe zullen komen. En nu is het nog een zandafgraving aan de overkant, maar langzamerhand verdwijnt de zandafgraving en wordt de ruimte ingenomen door de horeca, maar ook zeker door de stoomtrein. Want de stoomtrein die heeft hier een belangrijke plek en dat steunen wij vanuit de gemeente ook van harte dat jullie hier zitten en dat jullie dus een stuk recreatie leveren, maar ook heel veel vrijwilligers hebben waarmee je dit allemaal aan het werk houdt. Wethouder Knapen zocht voor de upgrade van het gebied de samenwerking in de regio op. Dat is een heel mooi initiatief geweest om de stad met de ommelanden te verbinden, want daar komt dat vandaan. Dus zo hebben we in heel de regio een aantal van die hotspots en die proberen we met elkaar te verbinden. Zodat mensen op de fiets of anderszins langs deze mooie gebieden kunnen. En dit is er natuurlijk een van waar we enorm trots op zijn. En dat is net al genoemd. We hebben het net de burgemeester horen zeggen dat we hier wel van feestjes houden. En zo stond de heer Van der Ham en de heer Klerk volgens mij ook in. Want ja, het is weer de opening van een nieuw seizoen. Dus prachtig. Een feestje. Maar we zijn er nog niet met de feestjes wat mij betreft. Want een van de belangrijkste medewerkers die dit getrokken heeft, het hele project, is Francisco Grant. En hij is nog steeds bezig, want het is nog niet helemaal opgeleverd. Dus hij heeft ook gezegd vanmiddag, hij had hier graag bij geweest, kon helaas niet. Dirk van der Plas, die ook betrokken is vanuit de gemeente, is er wel bij. Maar we gaan dit nog eens een keer natuurlijk overdoen. Om straks na de oplevering er echt even goed aandacht aan te geven. Ook samen met onze partners. Want we zijn met z'n allen trots op dit gebied. En we hopen dat steeds meer mensen hier trots op gaan worden. En ik wens iedereen die hierbij betrokken is heel veel succes in de verdere ontwikkeling. Dank je wel. APPLAUS.